Vandaag zijn we weer lekker aan het magneetvissen in Rotterdam. En jullie zien het waarschijnlijk al achter mij. De aanhanger vult al lekker. We gaan even samen kijken, want er liggen alweer bijzondere dingen in. Om te beginnen bij deze scheepsketting. Mega dikke schakels. Het was een hele klus om hem eruit te halen. Ja, wel een meter of vijf lang als het niet meer is. Ja, echt gietijzeren putten. Deze is ook van gietijzer, goed voor de kilo's. Maar we gaan nog even verder kijken, want hier ligt een nostalgische parkeermeter uit de guldentijd. Daar komt hij. Kijk. Helaas wel al kapot, maar er staat hier gewoon, we hadden hem even schoongemaakt. Waar zagen we het nou? Aan deze kant? Oh ja. Even kijken. Nee, het was toch aan deze kant, denk ik. Nou ja, zagen in ieder geval echt gewoon gulden afbeeldingen, kwartjes. Dus dan kon je nog parkeren voor een gulden. Ja, dit ding is wel echt oud hoor. Wat staat erop? Key. Nou, dat kan ik niet lezen, maar gewoon een parkeermeter uit de guldentijd. Heel gaaf. Nou, dit wou ik dus net laten zien. Ja, Vincent hier, die heeft die parkeermeter gevonden. Absoluut. Maar hij had het plaatje al in zijn tas gestopt. Maar hoe gaaf is dit? 1 gulden en 25 cent. Maandag tot en met zaterdag van 9 tot 1. Koopavonden tot 21 uur. 1 gulden 25. Ja, zeker gaaf. Ja, dat is een leuk aandenken van deze dag, maat. Zeker. Lekker bezig. Yes. Nou, die gasten zijn daar lekker bezig. We zullen er even naartoe lopen. Lekker bezig, Elbert. Ja, toe. Kijk, nog een gigantisch parkeerbord. Ruimt lekker op. Danny is er ook, Dre is er, Tim is er. Dus, wow, zo. Deze is ook bizar. Dat is een flinke. Jeetje, man. Zeg, Dre, kan jij mij nog even een ping sturen? Ja, hoor. Ja, ping. Blackberry. Hoi. Hey. Ja, twee. Die hele grote. Zulke diamanten, jongen. Maar leuke vondst. Een Blackberry. Ja, lekker hoor. Nou, jullie zagen die Blackberry van Dre al. We zijn eventjes naar een nieuwe locatie. Een klein stukje verder. Dus we gaan nou eens even kijken wat er hier allemaal uit het water komt. Ja, we zijn toch lekker bezig hoor. Kijk eens even naar die aanhanger. Kijk eens even wat we allemaal al eruit hebben gehaald. Ja, Rotterdam wordt alweer lekker schoon, jongens. Kunnen ze blij mee zijn. Nou, wat zeg jij, Danny? Doekje erover en gaan? Ja hoor. Ja, hè? Dat gaat wel lukken vandaag. Spaken zijn nog goed. Ja. Ja, doet het wel. Doet het ook nog? Ja. Veel traprem. Kunnen we nog wel een mooi prijsje voor krijgen. Ik stond net toch daar bij dat ronde raampje. Toen zag ik jou. Hey, ja. Ja, ik heb toch weer een bijzondere vondst. We gaan even kijken samen. Het is, ik heb het al gezien, een betonschaar. Als het nog een beetje een knap is, dan kunnen we hem nog wel gebruiken. Ja. Nou ja, ik zal hem straks eventjes goed schoonmaken. Maar een betonschaar, hoe gaaf is dat? En trouwens, vorige week heb ik ook nog wat gevonden. Maar dat was eigenlijk de enige gave vondst. Maar dat ga ik toch even met jullie delen. Die beelden komen er nu aan. Vandaag zijn we weer aan het magneetvissen. Het is alweer even geleden voor mij dat ik dit heb gedaan. Maar ik gooi nou drie keer in. En het is gewoon al gelijk weer raak. Ik heb weer wat aan de magneet zitten. En dat is toch best wel speciaal weer. Kijk. Eerst dacht ik een fietsenrekkie, maar wat zit er gewoon bij? Er zit gewoon een magazijn bij. Wat voor magazijn is dit? Wat voor magazijn is dit?
is dat... Dit is wel een serieuze. Hij is leeg, hè? Oh, is hij leeg? Ja, zo te zien wel. Ja, hij is leeg. Er zit niks meer in. Maar... Ik kan er ook nog niet iets erop lezen of zo. Even kijken. 5, 10. Ja, ik ben geen kenner hier, Han, dat zeg ik eerlijk. Maar als iemand dit weet, bij welk pistool dit hoort, laat het dan even in de reacties achter. Maar dit is toch wel weer special. Het magazijn heb ik ook nog gezien. Hier staat PHP op. We kunnen eens even kijken of we daar nog wat informatie uit kunnen halen. PHP. Nou, mannen. Dit is een Vespa, denk ik. Wat denken jullie? Zo lijkt het wel, hè? Een beetje een oud modelbrommer. Maar ook weer niet zo heel oud. Ik denk een Vespaatje. Gok ik. Ja, kom maar, die leg. Hier in het water. Kentekens van. Ja, is lekker, boys. Kenteken is. Ja, dat is nog niet zo'n oud kenteken, toch? NL. Maar meestal staat er een jaar op, toch? Nou, dat weet ik niet. We kunnen hem wel checken misschien, als hij in het gestolen register staat. Dan kunnen we nog kijken. Eventjes opzoeken en dan weten we misschien of hij als gestolen geregistreerd staat. En hoe oud hij is. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Nou, we hebben het kenteken even gecheckt en hij is niet meer in de database terug te vinden. Dus die zal wel al een tijd geleden geschorst zijn geweest of eruit zijn gehaald. Maar dan ligt hij toch al een tijdje. Lekker maat. Goeie vondst hoor. Samsung telefoontje. Ja? Mooi hoesje ook nog. Parelmoer. Kik hoor. Ja. Hij zal het wel niet meer doen. Nee. Zal die waterdicht zijn? Je kan het testen. Misschien thuis eventjes onder de lader. Of even ja, checken. Ja, niet meer. Nou ja, je kan even checken thuis. Dik hoor. Ja. En leuke locatie ook om even te vissen hier zo hè. Gezelligheid hier, net hadden we nog een draaiorgel. Mooie brede vaart. Albert hebt daar ook nog wel wat kilo's aan de overkant eruit getrokken. Zo, Danny die komt nog even met een massief frame aangezet. Dikke vangst hoor. Dat is ook weer een goeie voor de kilo's. Ja, het bakkie raakt al aardig vol. Maar het ruimt ook lekker op zo. Lekker bezig. Ja. En dan hebben we hier nog een heel leuk klein muntje. Ongeveer ter grootte van een dubbeltje. En het is een 1 tenge. En nou heeft een voorbijgangster, die was nieuwsgierig, die heeft de informatie opgezocht voor ons. Het is dus een Kazachstans muntje. Niet meer in omloop vandaag de dag. En het woord tenge, dat is het oude Turks voor het woord balans, hebben we begrepen. Dus die informatie had zij voor ons opgezocht, dus dat is toch best leuk. Tenge, Turks woord voor balans. Niet meer in omloop dit muntje. Leuk, leuk. Kazachstan. Ja. Toppie. Nou, wij gaan afronden hier zo. Het was een geslaagde dag. Gezellig. Samen met Danny, Tim, Albert. Die loopt nog ergens verderop. Dre was er ook bij. Die is iets eerder naar huis gegaan. Maar geslaagde dag, die mannen. Vond ik ook eens. Leuk. Ik zie aan de andere kant ook nog een beetje ijzer staan. Dat gaan we nog ophalen. Dus nog een half uurtje opruimen en dan zijn we weer klaar. Yes, super toffe dag. Mijn handen zijn lekker zwart geworden. Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Later. Doei.